En het Gouden Kalf voor beste acteur televisiedrama 2020 gaat naar... Ramzi Nasser voor de rol in I Am. Ramzi Nasser. Beste acteur televisiedrama. Oh jongens, ik ben nu alleen maar zenuwachtig, want hij duurt iets... Het duurt misschien 2 minuten. Mag dat? Het is een hommage aan Ischa Meijer. Het heeft een begin en een eind, dus mag het? Ik ga het zo snel mogelijk doen. Het absurde aan acteren is, vroeg of laat kan het misverstand ontstaan dat je de persoon die je speelt echt hebt gekend. Ik heb Ischa Meijer nooit ontmoet. Wel heb ik ter voorbereiding zijn beste vrienden gesproken, boeken, documentaires, interviews tot me genomen, bestudeerd hoe hij zich bewoog, praatte, rookte, lachte. Je probeert je iemand eigen te maken, iemand toe te laten tot de knoppen van jouw motoriek. En zoiets richt ook schade aan. Het is een soort fantoompijn voor acteurs als de draaiperiode erop zit. Plots moet je weer met jezelf verder. Volgens Ischa noemde zijn moeder hem een reiziger zonder bagage. Dat gevoel. Onlangs beluisterde ik weer radiofragmenten van hem en luisterend naar zijn stem besefte ik hoezeer ik hem sinds het draaien had gemist. En dat is natuurlijk een puur eenzijdige verliefdheid. Herinneringen aan gespeelde scènes hebben nu dezelfde emotionele waarde gekregen als herinneringen aan mijn eigen vrienden en familie. Mijn geheugen maakt geen onderscheid. Ischa zelf omschreef acteren als het in bewaring geven van je gevoelens. Misschien is het dat wat ik mis. En uiteindelijk doen we dat volgens mij allemaal hier in dit bizarre vak. Telkens weer jezelf zo lang in bewaring geven. Maar zoiets als bij IM heb ik nooit meegemaakt. Ik voelde me zo veilig bij mijn fantastische tegenspeelster Wende. Bij mijn regisseur Michiel van Erp, die ik niet genoeg kan prijzen. Bij cameraman Koen Stroeven, Hugo Heijnen, Marnie Blok, Vincent de Pater, Wouter Severijn. Ik kan niet iedereen noemen, het spijt me, maar ik zou jullie allemaal moeten noemen. In elk geval de producenten van IM, Alexander Blauw, Mike Reuzer en natuurlijk Monique Busman van het meest liefdevolle productiehuis dat ik ken, De Familie. Dan gaan we nu naar het einde toe. Maar wie met IM het meeste van zichzelf in bewaring heeft gegeven, dat is Connie Palme. Haar roman wordt door sommigen het mooiste boek genoemd dat ze hebben gelezen. Hoe komt dat? Door haar jaloersmakende pen, maar zeker door de jaloersmakende liefde die erin wordt beschreven. Een liefde die je dan als acteur en actrice met geleende kleren mag naspelen. En die mij persoonlijk, door haar te spelen, de hoop geeft dat zulke liefde bestaat. Dank je wel daarvoor, Connie. Voor je vertrouwen ook. Ik weet dat ik niet kan voldoen. Ischa zelf is er niet meer. Hem spelen voelt ook als een zwaktebod. Hij is onvervangbaar. Die wonderlijke, hevig gekneusde, briljant, irritante man met zijn zalig, intimiderende charme. Ik ben dankbaar dat ik hem via een omweg heb leren kennen door hem gestalte te geven. Heel even staken zijn handen door mijn armen en dan maar rondwandelen. Heel even een reiziger met bagage. Lieve onmogelijke Ischa, je wordt gemist. Een kalf. Dankjewel. Ramzi, gefeliciteerd.